Ja, pas geleden hebben we hier de visie neergelegd dat de AEX-index naar de 476 tot 460 punten zou kunnen dalen. Ja, daar hoef ik natuurlijk niet aan te sleutelen, dat zou een beetje vreemd zijn. Maar wel een update naar de laatste ontwikkelingen. Toen destijds op 12 februari dachten we dat we dicht bij een dieptepunt zaten voor een herstel. Het richtpunt was de eerste cap tussen 538 en 541 punten. Dat is overigens nog niet behaald, maar ik denk dat dat een goede kans is dat we dat alsnog gaan halen. En misschien moeten we zelfs wel iets verder omhoog kijken. En waarom moeten we dat doen? Nou, dat ligt met name opgesloten in de Amerikaanse aandelenmarkten. Want als we kijken naar de uurgrafiek van de Dow Jones Industrials, ja, dan zien we de afgelopen maand heel goed die 3000 punten daling. Vanaf die 26.600 naar 23.360. Ja, vanaf dat dieptepunt zijn we ook weer fors opgeveerd. 2000 punten maar liefst. En de koers consolideert nu wat. Maar wat we in die uurgrafiek goed terugzien, is dat de koers mogelijk een vlagformatie aan het ontwikkelen is. En die zal worden voltooid bij een stijging, slotkoers, boven die 25.150 punten. Nou, daar zitten we dichtbij. En als dat gebeurt, ja, dan denk ik dat die Amerikaanse aandelenmarkten nog een keer hard kunnen stijgen. Nog een keer 2000 punten. Een beetje afhankelijk van waar je het afmeet. Maar we komen weer dicht bij die vorige top op 26.160. Misschien zelfs wel iets daarboven. Dus dat geeft aan een sterke ondertoon voor die markten. En mijn inziens dat de verrassing aan de bovenkant van die markt ligt. Nou, dat betekent natuurlijk ook dat die Europese aandelenmarkten meegezogen gaan worden. Minder sterk dan Amerika zelf, verwacht ik. Maar als ik dan even terugga naar de vorige update waarin we die maandgrafiek hebben laten zien. Over de afgelopen 9 jaar en waarbij 2 keer de bovenkant van het trendkanaal werd aangetikt en de koers naar de onderkant ging. In april 2010, april 2015. Ja, de markt deed daar respectievelijk 9 maanden tot 1,5 jaar over. Ja, we hebben nu recent voor de 3de keer op die 570 punten de bovenkant van het trendkanaal aangetikt. Ja, de verwachting is dat we weer naar de onderkant gaan. 437 punten hebben we toen ook gezegd. Daar zou een beetje vreemd zijn om te verwachten dat dat nu in 1 keer heel snel zou gaan. Ja, dus ik denk dat het opwaartspotentieel voor de korte termijn nog iets groter kan zijn. Dus 538, 541 blijft staan. Mogelijk zelfs die 545, 550. En dan daar de lagere top van waaruit de volgende daling kan gaan beginnen. Dat is eigenlijk de enige wijziging. En dat we ons voor moeten bereiden op een taaier proces dan eerder ingeschat. De verwachting blijft onveranderd dat de koers in de komende maanden richting de onderkant van het lange termijn trendkanaal in de maandgrafiek kan gaan.